Martin de Vries, bestuurslid van Donar. Vandaag is bekend geworden dat de samenwerking met RTC Noord is verlengd. Wat is voor Donar het belang van die samenwerking samen met RTC Noord? Nou, het is voor ons ontzettend belangrijk dat er op een gestructureerde en ook geformaliseerde manier met jeugd wordt gewerkt. En dit is gewoon eigenlijk een verlenging van een verbintenis die er al was. Die er eigenlijk vanaf 2011, sinds de oprichting van RTC Noord al is. En die is gewoon weer aangepast aan de nieuwe tijd en aan de nieuwe afspraken die zijn gemaakt. En de verdere professionalisering van de samenwerking. Het regionaal trainingscentrum hier in het noorden wordt ook een beetje gezien als de bron van de spelers voor bijvoorbeeld onder 18 en het DTL-team. Ja, er is een hele duidelijke lijn. Er is een basketbalschool voor de jongste jeugd van 6 tot 12 op zondagochtend. Nou, die is er al vanaf 2004. In 2011 is RTC opgericht voor kinderen van de middelbare schoolleeftijd. Die gaan ook, de meeste daarvan gaan ook naar de topsporttalentschool hier in de stad. En hebben ze voldoende gelegenheid om 's ochtends te trainen en om 's avonds te trainen. En bij Donar kijken wij uitdrukkelijk naar het RTC voor het vullen van de onder 18 teams. En later stroomt het dan weer door naar het onder 21 team en eventueel hier en heen. Kun je één voorbeeld noemen uit de donorhistorie, wellicht de recente historie die hele stroom heeft doorgemaakt? Nou, de bekendste naam is natuurlijk Rienke Mast. Die vanaf zijn eerste klas middelbare school op de RTC heeft gezeten. En ook in het hele programma van Donar heeft meegedraaid natuurlijk. En als 16-jarige of 15-jarige, ik weet niet eens meer, heeft gedebuteerd in het eerste. En Rienke is natuurlijk het allermooiste voorbeeld. Maar er zijn veel meer jongens die ook vanuit het RTC al de eredivisie hebben gehaald. Of nationale selecties, 5 tegen 5, 3 tegen 3. Dus daar zit heel veel talent wat steeds zich verder ontwikkelt. Zo is Noord ook bekend geworden dat het contract met Piet Miller is verlengd. Wat is de rol en het belang van Piet Miller bij deze constructie? Nou, Piet heeft eigenlijk een dubbele functie. Hij is eigenlijk voor de helft RTC en voor de helft Donar. Hij is headcoach bij het RTC en verzorgt daar het complete trainingsprogramma. En hij is headcoach bij Donar van het Dutch Talent League team. En daar doet hij dus 's middags, 's avonds, verzorgt hij daar de trainingen en doet hij de coaching in de weekenden bij de wedstrijden. Nog een nieuwtje, de coach van het onder 18 team. Ja, Stijn Legner is de nieuwe headcoach van het onder 18 team. Stijn draaide al een tijdje mee als assistent van Piet bij het DTL team en ook als assistent van Piet bij het RTC. Dus het is een hele logische weg en ook een iets wat we graag zien, dat we niet alleen spelers opleiden, maar we ook coaches, jonge coaches een kans geven om zeg maar, door te stromen binnen een organisatie. Piet Miller, you were already 3 years a donor at the RTC Noord. Now you continue for 2 more years. How is that for you? Yeah, it's pretty exciting actually. I wasn't sure if I was gonna do this because I'm not getting younger, and at some point in time I have to stop and enjoy my life. But you can enjoy your life with basketball too. Exactly, that's what I figured out, and so yeah. It's something that I still feel like I'm in good shape, and I can communicate with the young players that I work with. So, yeah, it's all good, and I'm looking forward to the next 2 years. You had a plan, of course, for the 3 years that you already worked here. Did you see that progress of players who were getting better, and maybe even to the first team of Donar? Yeah, I did, and it wasn't. It wasn't really difficult for them. It was a lot of just teaching them modern day things as far as the basketball part of it goes, modern European basketball and different characteristics that you have to have. But one of the more important things, especially once I got to the work with the DTL team, was that I was teaching these players how to become professionals, and it wasn't just the basketball stuff, but it was their mentality, how they prepared for games, how they prepared for practices, how they took care of their bodies. And then once these players started practicing with the professional team, they saw that what I was telling them was actually the way the professionals live and act. And so
they're able now to understand what I'm telling them and put that into their daily life and that's going to help them become better professional players. Zijn Legner vorig jaar natuurlijk al betrokken bij het RTC en als assistentcoach bij het DTL-team. Nu de hoofdcoach bij onder 18. Ja. Lijkt me een geweldige kans. Ja, klopt. Dat is het ook. Ja, ik 2,5 seizoenen geleden kwam ik bij Piet terecht. Dat was eigenlijk gewoon een goede toevalstreffer dat ik de tijd had en hij er net was. En 2,5 jaar ontzettend veel geleerd over basketbal. Ook nog vorige zomer meegeweest op campagne met het Nederlands team onder 18. Dus met Paul Vervaak en met Jeroen van Vught. En ontzettend veel geleerd. En nu de kans gekregen om onder 18 op te pakken. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ja. Ondanks de crisis wat nou alles een beetje stilstaat, dat is natuurlijk hopeloos. Maar wat zijn je plannen en ambities om met onder 18 het komend seizoen te gaan doen? Voorop staat bij U18 het opleiden. Dus we kijken heel goed naar welke talenten we hebben. Wat ook net al benoemd werd bij de vragen. Dat we goede talenten hebben rondlopen in die leeftijd. En die moeten ontwikkeld worden. Dat is het belangrijkste. En daarin probeer ik wel altijd elke wedstrijd op zich te bekijken. Als een moment dat we kunnen winnen. En dat we daaruit lessen kunnen trekken. Zitten er echt pareltjes bij? Daar zitten pareltjes bij, absoluut. Ja. Dus met andere woorden, de komende jaren zou het zo nogmaals kunnen zijn dat we bij het eerste team van Donar jeugdspelers zien dat bij het RTC begonnen zijn. Ja, absoluut. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Ik denk dat de lijn die we nu doorgezet hebben, het is hoog niveau. Maar ik zie wel dat we die lijn een tijd kunnen vasthouden met het talent wat we nu hebben.